In zekere zin is dit het verhaal van een wraak. De wraak van de beer bedoel ik. Maar eigenlijk vertel ik het liever als een verhaal zonder meer, zoals het me verteld werd door de mensen van Vardeu die Gustav Hanko gekend hebben. Gustav Hanko was zo'n beste jager niet, zei de man aan de tapkast van het jachthuis. Laten we eerlijk zijn, over de doden niets dan goeds, maar hij was zelfs geen behoorlijk schutter. Wel kwam hij altijd met sterke verhalen aanzetten, maar wie heeft hem al die beesten zien neerknallen? Ik niet. Als je het mij vraagt, kocht hij sommige van zijn indrukwekkende huiden gewoon op bij de lappen, hè, om ze ons triomfantelijk te tonen. Want hij had een goede verstandhouding met de lappen. Dat moet gezegd worden. En ik zou ze niet graag de kost geven, de zondagsjagers die hier met andermans veren pronken. Maar goed, wat je zegt, bewijzen kan ik het niet. Ik heb me laten vertellen dat hij als binnenhuisarchitect een succes was. Dat zal wel, ik kan er niet over oordelen. Maar als jager, en daar heb ik het nou over, als jager was hij zo'n uitblinker niet. En toch wilde hij met alle geweld meetellen in onze vereniging van sportjagers. Daar besteedde hij meer tijd aan dan aan zijn werk. En een geld dat die liefhebberij hem gekost moet hebben. Alleen als een jachtgeweer. En dan praat ik nog niet eens over zo'n fraaie jagerspak. Compleet met charmant hoedje. Nou. Enfin, Gustav is nou dood en zijn weduwe heeft de jeep van de hand gedaan. Samen met al zijn jachtgeweren en zo. Wij, zijn vrienden, konden er uit pietijd natuurlijk geen bot op doen. We zaten in het jachthuis en betreurden dat heimelijk. Terwijl een snuiter uit Hammerfest die dag de koop van zijn leven deed. Maar goed, in het jachthuis hing toen al die kostbare vacht aan de wand, zoals de Vereniging van Sportjagers tenslotte na lang overleg had besloten. En zijn weduwe liet dat maar zo. De complete huid van de beer die Gustav in zijn eentje geschoten heeft. Van kop tot staart een prachtige vacht. Vol en ruig als geen tweede. En de taxidermist heeft de kop indrukwekkend geprepareerd met blikkerende tanden en zo. Schuin onder die grijnzende kop kun je op een bordje lezen: deze beer, 220 centimeter lang, 350 kilo zwaar, werd door Gustav Hanko geschoten op 15 januari 1961. Nou, ik wil best toegeven, zo'n knaap zou ik ook graag op een naam hebben staan. Maar ze worden zeldzaam, hè. Met de boot vanuit Hammerfest kun je in de IJszee nog wel ijsberen schieten op de eilanden. Maar zo'n grote geel-bruine beer, de zogeheten Ursus Arctos, die moet je treffen. Er lopen hier over de tapkast ieder jaar hoge weddenschappen wie de eerste beer zal schieten. En al met al is het exemplaar van Gustav de derde in 10 jaar. Zo zeldzaam zijn de bruine beren hier geworden. Ursus Arctos. Zomers een planteneter, maar in het voorjaar uitgehongerd na zijn winterslaap. Een vleeseter en dan de gevaarlijkste vijand van de rendierherders. Die hebben hem dan ook uitgeroeid, zodra ze geweren in handen kregen. Hij moet destijds ware slachtingen onder de rendierkalven hebben aangericht. Nou is er zo vroeg in het voorjaar ook niet veel anders voor een beer om zijn schreeuwhonger te stillen dan rendier. Dus van zijn kant had hij net zo'n gelijk als de lappen. Die weten trouwens wel hun weetje wat jagen betreft. Maar Gustav wachtte niet tot het voorjaar om zijn beer te ontmoeten. Als hij razend van de honger rondliep door het bos, alles verslindend wat hem op zijn weg kwam. Nee, dat was niets voor Gustav. Die had zo zijn eigen manier van jagen. Onder vier ogen, als een van die lappen naar mij toe kwam en zei dat hij bij toeval het winterhol van een Ursus Arctos had ontdekt en dat hij er zeker van was dat bruintje daarbinnen lekker argeloos lag te maffen en dat hij hem het hol wilde wijzen voor 500 kronen, nou, dan weet ik nog zo zeker niet of ik zijn voorstel had afgeslagen. Misschien deed ik dan wel net als Gustav. Misschien pakte ik mijn spaarpot en mijn kampspullen, zei tegen niemand wat en ging met die lap mee. Alleen, ik zou niet zo haastig zijn geweest dat ik meteen op weg ging. Ik bedoel, met een sneeuwstorm op komst. De radio waarschuwde nota bene dat Finnmarken het wel eens zwaar te verduren zou kunnen krijgen. Maar Gustav wilde zo graag zijn berenhuis, het jachthuis, binnenslepen, dat hij geen dag kon wachten. Hij bezwoer de lap er met niemand over te praten en liet zich het winterhol wijzen. En misschien, tussen jou en mij, had ik dat ook wel gedaan. We weten er inmiddels alles van.
We weten het van die lab. Die werd door de politie stevig aan de tand gevoeld. Niet dat hij iets strafbaars gedaan had, maar als je het laatst samen bent gezien met een gerespecteerde inwoner van Vardeu, die helemaal niet meer komt opdagen. We weten dat Gustave zijn vrouw gedag zei, zijn geweer in zijn jeep laadde, achter het stuur kroop in zijn warmste plunje en wegreed met die lab. Ze deden er de hele dag over, want de sneeuw lag hoog en de bospaden waren nagenoeg onbegaanbaar, ondanks de sneeuwkettingen. De lab vertelde later dat hij er op zijn skis korter over had gedaan. En toen de jeep niet verder kon, stapte ook onze Gustave op zijn skis, met zijn zware dubbelloopsgeweren op zijn rug. En ze volgden het wildspoor over 3 bevroren meren en toen nog dieper het bos in. En daar, op zo'n klassieke open plek, midden in het bos, bijna onzichtbaar door de bessenstruiken, wachtte inderdaad het winterhol van Ursus. Wat deed die lab? Die hield meteen zijn hand op en vroeg zijn geld. Gustave betaalde en de lab verdween in het bos. Want hij wilde er verder niets mee te maken hebben. Wat niet weet, wat niet deert, dat geldt ook voor de lappen. Dus daar stond Gustave voor het winterhol en de beer sliep en wist nergens van. De rest van mijn verhaal is gebaseerd op veronderstellingen, want niemand was erbij en zelf kon Gustave het niet navertellen. Maar het ligt voor de hand dat hij geduldig sneeuw en struiken voor het hol wegveegde en een brandende tak in het hol gooide. Natuurlijk wachtte hij met zijn kanon in aanslag. Stijlvol is het niet, maar er bestaat geen trefzekerder manier. De beer, wakker schrikkend en helemaal beduust, kwam zijn hol uitstormen en kreeg pal voor de ingang de volle lading. Ik zei al dat Gustave geen groot schutter was, maar zelfs hij kon op die afstand niet missen. Maar nog was de beer niet meteen dood. Maar daar was Gustave blijkbaar op bedacht geweest. Volgens de politie heeft hij ook zijn tweede dubbelloops op het dier leeggeschoten. Nou, dat moet ruim genoeg zijn geweest. 1 minuut nadat Ursus verdwaasd en verbaasd wakker schrok en verontwaardigd naar buiten kwam, was hij dood. Voor hem geen rendierhapje in het voorjaar meer. Zijn vacht hangt levensgroot boven de haard in het jachthuis. Gustave, waarschijnlijk na een hele dag achter het stuur en zoveel emotie, erg vermoeid, hakte met zijn jachtmes een voorraad brandhout en maakte een vuur. Want het begon al donker te worden en hij moest de beer eerst nog helemaal villen. De taxidermist zegt dat hij dat heel behoorlijk gedaan heeft, methodisch en helemaal volgens de regels. Dat moet uren zwaar werken zijn geweest. Met behulp van een stammetje heeft hij het logge dier op zijn andere kant gekeerd toen hij met de ene helft klaar was. En daarna was Gustave nog vermoeider. En het begon verschrikkelijk, maar dan ook verschrikkelijk, te sneeuwen. En zijn kampspullen lagen in de jeep. Maar naar de jeep terugkeren, terwijl de vallende sneeuw hem nog geen meter uitzicht gaf, dat was ondoenlijk. Hij moest wachten. Gelukkig had hij de vacht. De nog warme, dampende, wat vochtige en bloederige vacht van Ursus. Toen de sneeuw zijn vuur bijna doofde en zijn voorraad brandhout opraakte, sloeg hij de huid van zijn zelfgeschoten beer lekker dicht om zich heen met de vacht naar binnen. En dat was heerlijk warm. Hij besloot zo te wachten tot het sneeuw wat minder werd. Maar het werd niet minder. En hij sufte weg, veilig weggekropen in zijn berenvacht voor zijn dovende vuur. Misschien is hij in slaap gevallen. In elk geval is hij gaan liggen in de nog dampende berenvacht gerold als in een deken. Wie lag er ooit in een warmer bed? Niemand weet wanneer Gustave het ontdekte dat hij zich niet meer bewegen kon, bedoel ik. Hij moet gedacht hebben dat zijn spieren het niet meer deden, dat eerste moment. Maar het was de huid die hij zo dicht om zich heen had getrokken en die in korte tijd was stijf gevroren. Stijf en onwrikbaar als een dikke plank. Als een doodskist was de bevroren huid van Ursus. Gustave zat gevangen in de huid van de beer die hij geschoten had. En wat hij allemaal gedacht moet hebben, nou, daar wil ik me liever niet in verdiepen. Toen hij niet meer kwam opdagen, sloeg zijn vrouw tenslotte alarm. De politie deed er 2 dagen over om de lab op te sporen en die was dronken. Die vierde natuurlijk zijn gemakkelijk verdiende kronen. Enfin, de reddingsbrigade kwam te laat en een vreemde uit Hammerfest bezit nu al die mooie geweren van Gustave. Maar de huid van de beer hangt wijdgespreid en triomfantelijk hier boven het haardvuur aan de wand. Met zijn naam erbij. Dat wel.